Wist jij dat 1 op de 8 Rotterdammers een nakomeling is van een slaafgemaakte in Suriname en de Antillen? En dat nog eens 1 op de 8 mensen familiebanden met Indonesië heeft? Onze stad is groot geworden door haar haven. Al 400 jaar geleden voeren Rotterdamse schepen de wereld over. Heel veel Rotterdammers verdienden hun geld in de internationale scheepvaart en de handel. Scheepseigenaren, kooplui en financiers werden er zelfs erg rijk van. Ze brachten nieuwe producten op de markt en dat zorgde voor veel werk en welvaart. Kooplieden verhandelden over de hele wereld peper, nootmuskaat, suiker, tabak, zout, rubber. Maar ook mensen. Mannen, vrouwen en kinderen werden tot slaaf gemaakt en uit Afrika en Azië gehaald. Ze moesten zwaar werk doen op plantages en in mijnen in de Nederlandse koloniën. Ver van huis in Suriname, op de Antillen en in Indonesië. Hun zogenaamde eigenaren namen de slaafgemaakte hun naam af, hun familie en andere mensenrechten. Ze werden gezien als goederen. Slaafgemaakte, contractarbeiders en lokale boeren hebben zich altijd verzet tegen hun dwangarbeid, onderdrukking en hun vredebehandeling. Het verzet, klein en groot, in de koloniën en ook in Rotterdam, groeide tot een steeds krachtiger tegengeluid. In 1860 verbood Nederland de slavernij in Indonesië en in 1863 in Suriname en de Antillen. Systemen van gedwongen arbeid en uitbuiting zijn niet iets uit het verleden. Ze bestaan nog steeds. Denk aan kinderen en arbeiders in lage lonenlanden die telefoons, kleding en chocola maken, die wij hier kopen. Een tegengeluid is nog steeds nodig. Toch?